Black Box Revelation. Goedemiddag Jan en Dries. Goedemiddag. Heel erg welkom. De vorige keer dat we elkaar spraken, gingen jullie het voorprogramma spelen van AC/DC. Uh-huh. Nu staan jullie op het supportersfeest Dance with the Devils. Jullie worden eigenlijk alleen maar gevraagd voor de allerbelangrijkste events van het jaar. Hè? Ja, dat groter en groter en groter wordt het. Ik moet zeggen, het is misschien groter, maar ik ben meer nerveus voor de match dan voor het optreden. Echt, ja? Ja, we hebben eigenlijk niet veel werk vandaag. Hè? Dus dat optreden zo meteen, dat doet jullie weinig, maar toch echt een beetje zenuwen. Maar ik bedoel, dat doet wel veel met ons, maar dat doet van stress niet zoveel. Dat is, want daar weten we, ja, daar weten we gewoon. Dat is feestvieren met iedereen dat komt kijken. Dat is waar, sowieso. Net voor de match, dus iedereen gaat vol een bak in vorm zijn. Ja. Ik heb al klamme handjes. Dus op zich, daarvoor moeten we niet nerveus zijn. Het is eerder voor de Italianen zeker. Ja, want Jan, jou kennen we natuurlijk als Anderlecht-supporter. Ben je ook echt even vurig supporter voor de Rode Duivels? We hebben toch goed gaan supporteren met WK toen. Ja, dat is dik in orde. Dries kreeg schrik van mij, van de manier van supporteren. Dacht hem, ja. Jullie waren er toen mee in Brazilië ook, hè? We hebben de full experience daar gehad, hè, mee op de camping, alles erop en eraan. Ja. Uh-huh. En ik had ook wel schrik na de match tegen Rusland of zo. Was de Jean verdwenen. Ja. Dus hij zat zo hard in de vibe dat hij mee de supporters is gevolgd. Ik was maar eigenlijk kwijt. Vergeten ja, dat wij gingen afspreken na de match terug. Ik ben dan nadien nog ergens in een buitenwijk van Rio gefotografeerd als slapend op een bankje door een Franse krant. Nadat ze beroven hadden. Dat weet ik niet. Ik weet niet of ik dat nog zo goed besefte dan. Maar ja, die dachten dat ik... dat ik triestig was, maar ik was gewoon zo moe van te supporteren. We hebben dan nog een klein interviewtje gedaan voor een krant dat ik me niet herinner. Het was in Parijs. Sweet memories eigenlijk aan dat WK in Brazilië. Ja, ik neem aan dat er straks soortgelijke foto's gaan gemaakt worden als we die Italianen in de pan hakken. Daarmee goed dat we een interview doen voor de match. Het is daarom dat jullie nu gevraagd hebben. Natuurlijk, zo slim zijn we wel, ja. Jan en Dries. Ja, absoluut. Wat gaan jullie precies doen vanavond hier? We gaan knallen, om onze supporters wat op te warmen. We gaan echt knallen. 3 knallers vol een bak. Mm-hmm. Dat ze goed in vorm staan. Goed strak voor de match. Zullen we al zeggen welke nummers dat we spelen? Anders? Nee, dat hoeft niet. Laten we dat misschien nog een kleine verrassing houden. Nee. Ik vind dat is toch ook al neig, dat weet het al. Oké, ja. Bedoel, als er mensen inderdaad nu onderweg zijn... Nou, we gaan aftrappen, hè. Wat gaan we eerst spelen? Of gewoon nog niet van plan waren om naar hier te komen. Er zijn nog wat tickets. Tuurlijk, wat gaan jullie spelen? Zeg het maar. Ja, High on a Wire gaan we spelen. All-time classic van ons tweede plaat. Warhorse. Ah, de nieuwe hitsingle. Voilà, ja, absoluut. Na al die weken Eden de afrekening, dat was plezant. Dus daarmee gaan we sowieso die vanavond ook spelen. En dan nog een derde nummer. Misschien een oud nummer. Laten we dat misschien nog een kleine verrassing houden. Misschien I Think I Like You. Misschien ook niet. Of I Think I Like of You. Of misschien een rock'n'roll versie van de Brabantsonne. Ik zeg maar wat, hè. De Brabantsonne. Ah ja, dat is juist. We gingen dat ook doen. Ja, dat hadden we toch, dacht ik, min of meer afgesproken een paar weken geleden toen jullie belden. Maar goed, ja. Er is nog tijd om wat te repeteren. Ja, YouTube. Dus ik denk de mensen die nu nog niet van plan waren om te komen, die gaan sowieso komen. Dat wordt een overrompeling hier, Dance with the Devils. En misschien komt Adele wel een liedje meespelen. Dat gingen we niet verklappen, Jan. Wie weet. Gingen we niet verklappen. Maar goed, bij deze is het out in the open. In ieder geval, ik vraag het aan iedereen die er vandaag passeert. Wat is jullie verwachting voor de match? Wat is jullie pronostiek? Goh, ik doe ze mijn vrienden mee aan de pronostiek. Van gans TK en ik ben al zoveel fout geweest. Ik sta redelijk laatste. Dus ik ga niet die pronostiek zeggen, ik ga gewoon een betere pronostiek zeggen. 3-2 voor België. 3-2 voor België. En Dries, wat is de jouw? 1-0 voor België. 1-0 voor België, oké. Okay. 3-2, dat kan echt niet. Dat kan wel. Nee, de Italianen zijn mega gesloten. Het zou wel een kleine ramp zijn voor de uitbater van Café De Vaantjesboer in Halleken. Wel in het begin direct een goal. De Vaantjesboer. Ja, ik weet niet of je het daarnet gehoord hebt in het nieuws. De uitbater van de Vaantjesboer in Halle gaat al zijn klanten een pint trakteren bij elke goal van de Rode Duivels. Dus als het 3-2 wordt, dan gaat dat een serieuze duit kosten. Maar goed, laten we hopen op 3-2 of 1-0. Ja, ze gaan snel in het begin scoren en dan afblokken. Hè. Voilà. Maar dat jullie gaan scoren, dat staat buiten kijf. En terwijl er zich nu een tactische discussie ontspint tussen Jan en Dries van Blackbox Revelation. We gaan scoren vanavond. Gaan wij nog eens jullie allernieuwste hit spelen, Warhorse? Wat dacht je daarvan? Oké, perfect. Mannen, veel plezier zo meteen. Hè. Merci. Dankjewel. Studio Brussel.